De bedragen om voertuigen te herkeuren zijn per 19 januari gewijzigd. De Stichting Toezicht Herkeuring Motorrijtuigen, STKM, heeft de tarieven na bijkans 10 jaar aangepast. De laatste aanpassing voor het herkeuren van een voertuig was in 2013. Het gaat om voertuigen die vallen onder categorie 1 tot en met 4. Deze zijn bromfietsen en motorfietsen. Onder categorie 1 personenauto's voor categorie 2, bussen categorie 3 en trucks en trekkers onder categorie 4. Onze redactie bezocht keuringsinstantie Evert en directeur Leslie Danraats zegt niet verbaasd te zijn over de verhoogde tarieven. Omdat ik er eigenlijk ook achter ben gaan zitten voor die verhoging. Sinds 2013 dan hadden we een bedrag van 100 SRD, 92 SRD voor een keuring. Wegens de koersontwikkelingen werd die 92 SRD steeds minder en minder en minder. Je hebt kosten die je moet betalen, je hebt onderhoudkosten, je hebt arbeiders die meer geld willen. Je hebt telesuur, EBS, al dat soort dingen, ze gaan allemaal de lucht in. Dus je kwam niet meer uit met die 92 SRD. En het was eigenlijk normaal dat de prijs omhoog moest. Nou, de auto werd helemaal opgecheckt. De remmen worden gecheckt, de verlichting wordt gecheckt. Lekkages worden gecheckt, schokkenbrekers worden gecheckt. De bandenprofiel, tint op je vooruit of achteruit wordt opgemeten. Het is een hele totale controle op je auto die je jaarlijks moet doen. Het is voor je eigen veiligheid. Danraats is de mening toegedaan dat het keuren van een auto heel belangrijk is, omdat de bestuurder met zijn leven speelt, als ook het leven van andere weggebruikers, als zij dat achterwege laten. Zo noemt hij als voorbeeld dat een van de belangrijkste lichten op een voertuig die altijd moeten werken, de remlichten zijn. Danraats geeft inzicht in de bedragen die nu betaald moeten worden voor een herkeuring. Ja, voorheen betaal je voor een bromfiets 32,50. Nu betaal je 155. Voor een motorfiets betaalde je 50 SRD. Nu betaal je 245 SRD. Voor een personenauto betaalde je toen 92 SRD en nu betaal je 440 SRD. Dat zijn allemaal bedragen met BTW inbegrepen. Dan had je nog de categorie 3 en dat zijn die bussen, pick-ups boven 3500 eigen gewicht. Dan betaalde je toen 180 SRD, nu betaal je 850 SRD. En dan heb je die grote boys, die DAF trucks, zwaar materieel, betaalde je 340 SRD. Nu betaal je met die 10% BTW 1620 SRD. De verschillende keuringsinstanties dragen van het verhoogde bedrag 45% af. Verdeeld over 35% aan de Stichting Toezicht Herkeuring Motorrijtuigen en 10% aan de belastingen.